Hey toppers, good morning! Welkom back bij weer een nieuwe aflevering van de Kim en de Kom podcast. Het is vrijdag, bijna een lekker weekend. Maar ik hoop vooral dat je niet altijd extreem uitkijkt naar het weekend. Want dat betekent, tenminste is mijn mening, dat je verhouding werk, week, weekend niet helemaal in balans is. Ik heb altijd heel veel zin om de week weer te starten. Ik vind het weekend ook prima. Maar het is niet zo dat ik op maandag uitkijk naar het weekend omdat mijn week zo verschrikkelijk is. Dus ik hoop dat het voor jou hetzelfde is en zo niet. Zorg dan dat je er wat aan doet. Nou, vandaag ga ik met zijn vrienden een huis bezichtigen. Volgens mij heb ik dat vorige week ook gedeeld in de podcast. Ja, dat heb ik gedeeld dat we de keuze uiteindelijk de knoop hebben doorgehakt. Dit is waar we willen wonen. Dit is waar we een huis willen hebben. Toen heb ik bepaalde acties uitgevoerd. Het was Inspired Action. En zo heb ik iemand benaderd. En via kwam er meteen de dag erna een bericht binnen met... ja, Kim, onze buren staan ervoor open om eventueel een huis te verkopen. Dus bel maar, hier heb je een telefoonnummer. En zo uit het niets, zonder funda, zonder makelaar, hebben we morgen een bezichtiging. Maakt niet uit of het het wordt of niet. Maakt niet uit of het goede gevoel is. Het gaat om het principe, om deze pure manifestatie. Ik vind het fantastisch. Ik heb zin in de bezichtiging. Ja, als je deze podcast luistert, ik weet niet hoe laat. We hebben in ieder geval om 12 uur 's middags, als ik het goed zeg. Vrijdagmiddag 12 uur. Tussen 12 en 1 hebben we de bezichtiging. Dus ik ben gewoon heel benieuwd en vooral heel excited. En dan nog ander positief nieuws. En dat is dat het me gelukt is vandaag. Tussen de herrie door van het geboor en al het geklussen in het huis naast ons. Om de video's voor module 1 af te ronden. En daar ben ik ontzettend blij mee. Zoals ik gisteren ook al deelde in de podcast. Er komt nog een extra visualisatie bij. Die voelde ik gisteren ineens. Die moet ik gaan toevoegen. Dus die ga ik volgende week nog opnemen. Maar de video's zijn af. Morgen ga ik verder met het werkboek, de opdrachten, de affirmaties die erbij horen. En al het bonusmateriaal, daar moet inderdaad nog heel veel gebeuren. Maar ik merk wel dat ik echt heel blij ben dat de video's af zijn. De eerste stap is gezet. Het is zoals 1/10, maar dat maakt niet uit. Het voelt supergoed. En door in het creatieproces te zitten en door het te doen, ja, kun je er ook, ga je ook de eindstreep zien, als het ware. En het is niet iets waar ik tegenop zie, maar vaak is het wel dat als het eenmaal helder is in mijn hoofd, dat is in ieder geval hoe ik in elkaar zit, als het eenmaal helder is in mijn hoofd, dan kan ik creëren, dan weet ik dat het goed zit. Dan weet ik wat die stip aan de horizon is. En dan weet ik waar ik naartoe werk. Dus nou ja, dat voelt gewoon heel erg goed. Ik ben gewoon eventjes heel erg trots op mezelf dat ze af zijn. En ik ben 1 keer moeten stoppen vandaag tijdens de video's. Toen gingen ze heel hard boren. Denk ik, oké, ja, dat gaan we niet doen. Ik wacht wel eventjes. En uiteindelijk stopte het. Ben ik verder gegaan. En ja hoor, dat geloof je ook niet. Toen ik stopte met de laatste video, toen klaar was, toen begon het geboor weer. Dus ik dacht, nou, the timing couldn't be more perfect. Maar in ieder geval, it's a wrap dus voor module 1. Die gaat eraan komen. Woensdag 20 januari gaan de deuren open. Ik blijf het benoemen tot die tijd. Get your ass on a waiting list. Als je mee wilt doen met Money Mindset Mastery. Want het wordt echt die ultieme combinatie van het shiften van je mindset en het praktische stuk. En dit is iets wat ik niet zie dat er nu is. Dat maakt deze training uniek. Dit is ook iets wat ik zelf zou willen. Als ik mijn money mindset zou willen shiften. Ik heb zelf heel veel gedaan op dit gebied. Heel veel trainingen gekocht. Heel veel boeken gelezen. Heel veel podcasts geluisterd. Echt heel veel in mezelf geïnvesteerd. En de manier waarop ik het nu wil gaan insteken, heb ik het nog niet gevonden. Het zal er vast zijn. Weet ik niet. Maar ik heb het nog niet gevonden. Ik hoop in ieder geval iets heel fijns, iets heel diepgaans en iets heel unieks te bieden. Get your ass on a waiting list. Want het is, omdat het de eerste keer is dat ik hem creëer, wordt het dus ook een pilotprijs. En degenen die op de wachtlijst staan, die krijgen nog eens een extra korting. Waardoor de prijs echt een no-brainer wordt voor de waarde die je krijgt. Het wordt 10 modules. En alleen module 1 bevat al 7 video's. Er komt een visualisatie bij, bonusmateriaal, werkboek, affirmaties. Je krijgt toegang tot de Facebookgroep waarin ik wekelijks je coach ben. Het wordt fucking vet. Dus zorg gewoon dat je erbij bent. Schrijf je in. Dat betekent helemaal niet dat je ergens aan vast zit. Maar dan ontvang je als eerste de info. Degenen die op de wachtlijst staan, die krijgen een extra korting. En krijgen ook een dag eerder toegang, extra toegang. En daarna gaat het pas open voor de rest. Dus dat gaan we doen. En dat betekent dus ook woensdag dat je meteen donderdagochtend bij de live Q&A kan zijn. En dan hoop ik al je te kunnen spreken. Misschien heb je meteen een vraag. Misschien wil je alleen even hoi zeggen. Nou ja, het is in ieder geval goed voor de vibes. Hè? Het zorgt er in ieder geval voor dat meteen die dag je vibes high zijn. Dat krijg ik terug van alle deelnemers die er elke week bij zijn. En dat, dat is naast de inhoud die je ontvangt ook wel echt heel erg lekker om te hebben. Vandaag gaan we dieper induiken op
een vraag die ik vandaag kreeg. Gaan we dieper in, zo moet ik het zeggen, op een vraag die ik vandaag kreeg in de Love Attraction Academy tijdens de live Q&A. En dat is namelijk, ik wil iets met je delen hoe jij ervoor kan zorgen dat je je ook echt meteen succesvoller gaat voelen. Dat je, hi! Dat je een beetje koffie drinken bij daar op die kaart, hè? Ja, maar dat gaat nu niet, hè? Nee, nu niet. Oké. Oké, ik ga dit heel even met je delen wat er nu gebeurt. Ik denk dat je dit heel grappig vindt wat er nu gebeurt. Deze man ziet dat ik aan het praten ben tegen mijn telefoon. Hij heeft me al eerder aangesproken terwijl ik aan het wandelen ben. Zegt hij, ik zie je elke dag lopen. Heb je geen zin om een keer wat te gaan drinken? Ik zeg, nee. Ik zeg, ik heb net een kindje gekregen en daar heb ik totaal geen behoefte aan. Oh, waar is je vriend dan? Ja, ik zeg, ja, die is thuis. Ik kan ook wel even alleen wandelen. Nou, verder geen gesprek meer gehad. Ik kom hem vaker tegen. Hij zegt gewoon hoi. Altijd gewoon helemaal prima en aardig. En nu net kom ik hem tegen. En zegt hij, wij gaan een keertje wat drinken daar achter op het kut. Ja, ik denk echt, oké, plaat voor de kop. Maar goed, dat eventjes terzijde. Sommige mannen hebben echt een plaat voor hun kop. Dat soort dingen maak ik allemaal mee tijdens mijn wandelingen. Oké, nu echt back to business. Want wat ik met je wil delen is hoe jij ervoor kan zorgen dat jij je meteen succesvoller gaat voelen. Dat je je meteen zelfverzekerder gaat voelen. Ja, dit is een proces. Maar dit gaat je wel echt heel erg helpen om meteen het meer te voelen. Dit is ook iets wat mij heel erg geholpen heeft. Ik ga de vraag voorlezen en vervolgens ga ik mijn antwoord met je delen. Oké, ik pak even een screenshot erbij van de vraag. Even kijken, hier heb ik hem. Oké. De vraag luidt als volgt. Lieve Kim, in de zomer zal ik mijn online onderneming starten. Ik wil coach worden en online trainingen maken. Eigenlijk hetzelfde als wat jij doet. Ik ben 25 en ik merk dat ik ontzettend onzeker ben over mijn kennis en vaardigheid. Bijvoorbeeld, ik zit nu in Clubhouse en ik wil iedere dag een eigen room hosten. Nou, even tussendoor, voor degenen die niet weten wat Clubhouse is. Clubhouse is een nieuwe app, een nieuw platform waarin je, ik ben er lid van, maar ik ben er nog niet actief, heb ik er nog niet actief aan deelgenomen. Dat ga ik doen na de lancering van Money Mindset Mastery. Maar het is dus een nieuwe app, nieuw platform. Wat draait om audio, dus je ziet iemand niet, maar je kan wel gesprekken voeren. Je kan een room hosten, je kan gespreksleider zijn, je kan een masterclass geven daar. Dus voor je business denk ik dat dit heel veel mogelijkheden biedt. Ik heb me ook meteen aangemeld. Bij deze nodig ik je uit om ook lid te worden van Clubhouse via de App Store. Het is wel alleen toegankelijk voor iedereen die een iPhone heeft. Voor de rest nog niet. Zal vastkomen, maar dat is nu nog niet. En dan, volg me. Dan, ik wil daar in ieder geval leuke dingen gaan doen. En ik denk ook wel, ik zie dat wel voor me, oefenen met masterclasses geven en zo'n dingen. Ik denk dat dat heel veel toffe mogelijkheden biedt. En dat het ook weer een win-win kan zijn voor de Instagram-groei, podcast-groei en dergelijke. Dus ja, zorg dat je je aanmeldt. Nou, dat was eventjes een side note. Verder luidt de vraag. Goh Kim, ik dwaal heel erg af, sorry daarvoor. Maar ik merk echt die onzekerheid. In andere rooms zijn er zoveel Nederlanders. En als ze tegelijk met mij zijn, zet ik niet door en denk ik, ik ga ook maar naar die room. En in de groepen probeer ik wel mijn mening te uiten en goede tips te geven. Toch vind ik mezelf dommer dan de rest en kijk ik tegen de experts op. Maar mezelf zie ik niet als expert. Ik vind het heel erg jammer, want Clubhouse wil ik gebruiken om mezelf onder de aandacht te brengen bij anderen. Ik zie het als een mooi middel om een kickstart te krijgen voor mijn bedrijf. Hoe kan ik hierin zelfverzekerder worden? Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik leuke rooms kan hosten waar een grote groep aan haakt? Oké. Nou, dit is een typisch voorbeeld. En daarin hoop ik ook dat je je meteen heel normaal voelt. Een typisch voorbeeld van onzekerheid omdat het nieuw is. Onzekerheid omdat je pas net begint. Onzekerheid omdat je startend ondernemer bent. Natuurlijk voel je je zo. Dat is heel normaal. Denk je dat toen ik begon, dat ik mij niet onzeker voelde? Dat denk je dat ik toen ik begon dat ik me een expert voelde? Nee, bij lange na niet. Maar ik had wel een verlangen dat sterker was dan mijn angst. Dat sterker was dan mijn onzekerheid. En ik wist, iedereen is ergens begonnen. Iedereen begint op 0 volgers. Iedereen begint met 0 klanten. En iedereen begint met 0 omzet en 0 expertstatus. Maar niet beginnen zorgt alleen maar dat het langer duurt voordat je het wel hebt opgebouwd. En ik ben dit jaar 10 jaar ondernemer.
9,5 jaar nu. En dat vergeten vaak mensen. En ik zeg niet dat het zo lang duurt om een bepaald level te behalen. Maar wat het wel is, is dat bedrijfsgroei echt gepaard gaat met persoonlijke groei. Jouw bedrijf groeit in die mate dat jij persoonlijk groeit. En dat is echt waar ik heel sterk in geloof. Wat ook mijn eigen ervaring is. Hoe meer jij jezelf kunt uplevelen, hoe meer je dat terugziet in je bedrijf. En hiermee wil ik je juist niet ontmoedigen, maar ik wil je aanmoedigen om te voelen, weet je, het is wat het is. Ik ben dankbaar dat ik 25 ben. Ik ben dankbaar dat ik op deze leeftijd al het inzicht heb en het verlangen heb om voor mezelf te starten. Ik was ook 25 toen ik voor mezelf begon. Hoe fantastisch is dat? Ik ben nu nog steeds dankbaar dat ik op zo'n jonge leeftijd die stap heb gemaakt. Ik ben nu 34, moet je eens kijken waar ik nu sta. Dat had ik met een baan in loondienst never nooit kunnen bereiken. Ik voelde, ik wil iets anders. Ik voelde, ik wil mijn passie volgen. Ik voelde, ik ben gemaakt voor meer. Ik heb verdomme wat te doen hier op aarde. Dat voelde ik heel sterk. En toen heb ik die keuze gemaakt vanuit de gedachte. En dat was niet dat er geen onzekerheid was. Niet dat er geen angst was. Maar vanuit de gedachte, als het niet lukt, kan ik altijd nog een baan zoeken. Als het niet lukt, is er altijd wel een plan B. Maar ik zal ergens moeten starten. En toen ben ik gewoon begonnen. Niks wetende, geen ondernemers in de familie, geen ondernemende vrienden. Ik wist niks over ondernemerschap, niks over klanten aantrekken, niks over coaching. Ik wist niks. Ik had alleen een verlangen en ergens voelde ik kan dit. En ik had doorzettingsvermogen en heel erg feel the fear and do it anyway. En ik wil dat je dit heel erg laat binnenkomen en gaat toepassen voor jezelf. Het is oké om ergens te beginnen. Het is oké om je geen expert te voelen. Wat wel heel erg gaat helpen en wat mijn groei versneld heeft. En deze hack, dat is ook de tip die ik met je wil delen. Is dat jij een ander nu veel groter maakt dan dat hij eigenlijk is. En daarmee wil ik niet de grootsheid van een ander, te kleiner maken of laten wankelen. Dat is het niet. Daar discussie stellen, dat is het niet. Maar door een ander zo groot te zien en door een ander als een expert te zien en door een ander zo groot te maken, maak je jezelf automatisch heel klein. En dit is iets wat ik in het begin, het eerste jaar van mijn online ondernemerscarrière, heel erg aan het doen was. Ik keek op tegen heel veel mensen en ik had daarnaast wel een verlangen. Dus eigenlijk precies wat zij schrijft in haar vraag. Ik had een heel groot verlangen om datzelfde te bereiken, maar ik was super onzeker. En ik vergeleek me met anderen en ik keek tegen anderen op. En wat voor mij toen echt een huge doorbraak is geweest, is dat ik me heb opgegeven toen voor coachings, driedaagse, een mastermind met Dean Jackson via Ilko de Boer. Die organiseerde dat. En dat hield in dat ik werd ook toegelaten dat ik mij ging bevinden voor 3 dagen in een ruimte met alleen maar miljonairs. En trust me, in het jaar dat ik daar had, dat was 2017... En toen had ik onder de streep 17.000 euro omzet over. In 2017 kun je nagaan hè, hoe kort dat geleden is. Dus ik was bij lange na niet op dat level als waar zij waren. Ik geloof dat ik een omzet had dat jaar van 47.000 en 30.000 investeringskosten. Ik had dat jaar sowieso al 15.000 euro geïnvesteerd in coaching. Coaching voor mezelf. En nou ja, kun je dus zien hoe dat in verhouding is met nu. Die groei daarna is exponentieel. En dat heeft ook onder andere ook te maken dat ik me dus daarvoor heb opgegeven. Dat waren 3 dagen. De kosten waren 5.000 euro. En ik kwam vooral voor Dean Jackson. Maar het heeft me zoveel meer en zoiets anders opgeleverd dan ik verwachtte. Wat er namelijk gebeurde is de dag voor ik moest vertrekken. Dat was van maandag tot en met woensdag. Het was in Amsterdam. En ik was toen bij in Maastricht bij zijn vriend. Ik heb gehuild op zondag, de dag ervoor. Ik heb zo gehuild van angst, van onzekerheid. Wat moet ik daar? Ik hoor daar niet. Zij zijn allemaal veel beter. Die denken vast, wat moet zij daar? Ze kijken op me neer. Ik ga tegen hen opkijken. Ik pas daar niet. Ik kan niet mee. Ga zo maar door. Oh, dat was verschrikkelijk. Ik voelde me zo klein. Ik voelde me zo ontzettend klein en onzeker.
En toen zei ze, vriend, ja, je kan natuurlijk niet gaan. Maar ja, je hebt het wel geïnvesteerd. Het zou zonde zijn. En ik voelde dan alles, nee, ik moet dit doen. Ik moet dit doen. Ik ga voor Dean Jackson. De rest interesseert me niet. Ik moet dit doen. En dit gaat ook een doorbraak zijn in mijn groei. Ook dit was letterlijk, feel the fear and do it anyway. Ik kom daar aan. Ik ben natuurlijk gegaan. Ik kom daar aan. En ik voelde me meteen totaal niet bij die groep passen. Ik levelde met niemand voor mijn gevoel. En niet zozeer levelen qua business-wise, maar meer ook qua persoon. Ik ben sowieso heel erg een Einzelganger. Dus heel erg een introvert ook. Ik floreer eigenlijk het beste als ik... Of ik floreer, hoe zeg ik dat? Ik kom het beste tot mijn recht als ik alleen ben. Over het algemeen komt het daar echt op neer. Ik voel me dan ook het beste. Maar goed, dit hoort er gewoon ook bij. En nou ja, het was allemaal super oncomfortabel. Dat kan ik je wel zeggen. Het was echt zwaar oncomfortabel. Nou, de dag begon. En nadat die eerste dag voorbij was, was er voor mij zo'n grote doorbraak. Niet op basis van iets business-wise, een strategie die ik had geleerd. Maar wel op persoonlijk vlak. Want wat ik namelijk ervaarde die dag is dat die mensen, wat fantastische ondernemers zijn. Want ik ga geen negatief woord zeggen, want ze zijn stuk voor stuk allemaal fantastisch. Ik heb superveel respect voor hen. Maar wat ik merkte is, wauw. Ik heb hen op zo'n voetstuk geplaatst en het zijn ook maar gewoon mensen. En ik zag ineens dat ik helemaal niet verschilde. En ik zag ineens op bepaalde vlakken, dacht ik, wow. Voelde ik heel sterk, ik ben minstens net zo ver, al dan niet verder dan dat jij bent. Misschien niet financieel, want dat was ik niet. Dat was ik absoluut de minste. Maar op andere vlakken dacht ik echt, wow, dit is even een reality check voor mij. En dit heeft me zo ontzettend veel opgeleverd. Want ik had hen echt gewoon sky high staan. En mezelf dus heel laag. En zij zijn niet van hun voetstuk gevallen. Maar ik heb mezelf geüpleveld. Dat ik kon zien, ik kan dat ook. Ik heb dat ook. Ik kan daar ook komen. Dus mijn persoonlijke ontwikkeling, mijn zelfverzekerdheid, mijn groei. Nou, die is geskyrocket in 3 dagen. Eigenlijk al meteen de eerste dag. Waardoor ik mezelf naast hen kon zien in plaats van onder hen. Het heeft een mega effect gehad op de rest van de dagen. Want er werd me nog een compliment gemaakt. Dat is me ook bijgebleven omdat het zoveel indruk op mij maakte. Door Ilko de Boer die tegen mij zei van, wauw, jouw Engels is zo goed. Waarom start jij niks internationaals? En hij voedde dus mijn verlangen, want dat is dus al 4 jaar mijn verlangen of zo. Ik ben er nu oké mee dat ik eerst de keuze maak om dingen echt goed neer te zetten in Nederland. En daarna die stap te maken. Maar dat hij dat tegen mij zei, jouw Engels is zo goed, waarom ga jij niks internationaal doen? Toen dacht ik, wat een compliment dat dat uit jouw mond komt. En vervolgens had ik echt een ontzettend leuke klik met Dean Jackson. En het was echt een fantastische 3-daagse. Daar komt het gewoon op neer. En vooral, ik heb zoveel geleerd op persoonlijk vlak, niet normaal. En wat dit toen vervolgens, het heeft gewoon mijn groei en ook dus mijn groei als persoon, maar vervolgens ook mijn groei als ondernemer zo geskyrocket door 1 ding. En dat is door het een ander niet meer op een voetstuk plaatsen, een ander niet meer hoger zien dan mezelf. Mijn eigen waarde ook niet koppelen aan wat ik financieel presteerde. Want dat is wat ik heel erg deed. Ik koppelde toen, ik ben niet succesvol, zijn zij wel succesvol. En op basis waarvan? Op basis van hun omzet. Dat was mijn graadmeter. En dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Succes wordt niet gedefinieerd door hoeveel omzet je hebt, door hoeveel klanten je hebt. Jij mag je succesvol voelen alleen al door wie jij bent. Jouw eigenwaarde wordt niet gedefinieerd door wat je presteert. Jouw eigenwaarde is gebaseerd op de mooie persoon die jij bent. En ik wil dat je dat echt even laat binnenkomen. Jij bent niets minder dan wie dan ook. Jij bent niets minder dan welke expert je dan ook nu maar op een voetstuk hebt staan. Voel die alsjeblieft. Jij kunt dat ook. En door die ander minder groot te maken, minder fantastisch te maken en jezelf automatisch daarnaast te plaatsen. En ik zeg dat nu tegen haar, maar ik zeg het tegen iedereen die luistert. Ga die rooms hosten, ga het doen. Feel the fear and do it anyway. Weet dat je ergens moet beginnen en dat het zich gaat opbouwen. Je gaat je stem vinden, je gaat groeien in persoonlijke ontwikkeling. Je gaat groeien als expert.
Je gaat die eigenwaarde ontwikkelen. Je gaat je stem vinden, zoals ik al zei. Dit heeft tijd nodig. Weet dat je ergens moet beginnen. En iedereen is ergens begonnen. Diegenen die jij nu zo hoog hebt zitten, die zijn ook op nul begonnen. Die hebben zich alleen minder laten leiden door angst. Dat is het enige verschil. En als jij vanaf nu de keuze gaat maken, ik laat me ook minder leiden door angst. Ik kan dat en ik ben oké met elke uitkomst. Hè? Het hoeft niet meteen een grote room te zijn. Ben oké met één iemand. Dat is oké. Praat tegen één iemand. Ga een gesprek met één iemand. Ga één iemand helpen. En op het moment dat jij steeds beter wordt, worden ook de aantallen groter. Vorig jaar was ik mindblown toen ik in 2020... Nee, dat zeg ik verkeerd. Dat was 2019. Het is al zo lang geleden. Juni 2019 heb ik een event mogen organiseren waar 180 ondernemers aanwezig waren. Het was fantastisch. Niet alleen ondernemers trouwens. 180 mensen waren aanwezig. Het was voor mij echt dat ik dacht, holy shit, are you kidding me? En, ik wilde eerst zeggen maar. Een paar jaar eerder stond ik talks te houden, presentaties te geven voor 10 mensen. Een keer voor 3 mensen. Live heb ik het dan over, hè. Weet dat je ergens moet beginnen. En diegene die jij nu ziet groot te zijn, en dan doe ik echt de zaakjes groot, want waar gaat het over, hè? Waar is succes echt op gebaseerd? Die zijn allemaal ergens begonnen. En weet dat het voor mij ook niet lang geleden is dat ik presentaties gaf voor groepjes van 3 personen. En toen een keer een groepje van 10 personen. En toen werd het een keer groter en toen was het weer een keer minder. En ja, in 2019 was er een groep van 180 mensen. Hey. En ik hoop in de toekomst dat de aantallen veel groter mogen zijn. Ik heb een pad bewandeld. Andere mensen, andere ondernemers hebben een pad bewandeld. En jij mag nu de stap zetten om jouw pad te gaan bewandelen. Het is tijd. Zet die eerste stap. Zie inderdaad voor jou, jij stuurt me dit bericht. Zie Clubhouse als jouw platform. Ga dan weer experimenteren. Zet gewoon die stap. Echt, voel die heel sterk. In deze context, feel the fear and do it anyway. Alright, oké. En alsjeblieft, maak die ander niet zo groot. Maak die ander niet zo groot. Ja, die ander is fantastisch, maar jij bent minstens zo fantastisch. En jij hebt minstens net zoveel potentieel als degene waar jij nu tegenop kijkt. Let it go. En zet die stappen, want als ik die stap toen niet had gezet in 2017, om me daarvoor aan te melden en echt al in die toekomstige zelf te stappen, want ik wist, ik wil die succesvolle perversie van mij, die gaat naar dit soort events. Die omringt zich met ondernemers die verder zijn. Dat voelde ik toen al heel sterk. En ik ben zo dankbaar dat ik dat gedaan heb, omdat het me zo gruwelijk veel heeft opgeleverd, dat het de eerste dag al meer dan €5.000 waard was. En daar op die manier zo naar kunnen kijken, doet ook heel veel met je mindset. Zegt heel veel over jou. Alright. Als je luistert, go, go, go. Je weet wat je te doen hebt. Je weet dat je verdomme wat te doen hebt hier op aarde. Je weet wat je te doen staat. Feel the fear and do it anyway. Zet vandaag die eerste stap. Haal die ander van zijn voetstuk af. Of maak de keuze om jezelf hoger te plaatsen. Dus om jezelf ook op een voetstuk te zetten. Je hebt niets minder dan een ander en je hebt net zoveel potentieel. Voel dat, own dat en zet vandaag een eerste stap. Dankjewel voor het luisteren. Heb een heel fijn weekend. Volgens mij kwam die dankjewel een beetje griezelig hard uit mijn mond. Sorry daarvoor. Heb een heel fijn weekend. Meld je aan voor de wachtlijst van Money Mindset Mastery. Want minder dan een week is het zover. Gaan de deuren open voor een hele korte tijd. En weet, dit is de eerste keer dat ik hem ontwikkel. Betekent pilotprijs. Pilotprijs. En dat betekent dus ook dat je hem echt voor een no-brainer gaat krijgen. Want hij gaat echt, ja nou goed, ik weet wat hij waard is. Ik weet wat uiteindelijk de prijs gaat worden. Als je wil meedoen, dan zou ik echt, dat meen ik serieus, zorg dat je slim bent en zorg dat je je nu aanmeldt. Geniet van je weekend. Plaats jezelf lekker on a pedestal. En ik spreek je maandag. Doei doei!